Hi, ik ben Meiron. Ik ben 21 jaar. Ik kom uit Horen, dus Noord-Holland. En ik produceer al bijna 10 jaar hardstyle. Nou, ik ben A-Rise. Ik ben 20 jaar, woon in Nederland. Ik woon nu in Venray. Dat is laatst verhuisd. Ik maak nu 3,5 jaar hardstyle. Ik ben Mark, ik ben 25 jaar. Ik kom uit Almelo. Misha, ik ben 27 jaar. En ik kom uit Zeeland en ben op een gegeven moment naar Haarlem verhuisd. En daar verder gewerkt aan een eigen bedrijfje. En, begin dit jaar heb ik het bedrijf verkocht om meer aan de muziek te gaan werken. Ja, het gaat toch meestal linksaf waar een ander misschien rechtsaf zou gaan. En nou ja, daarmee met dat thema in gedachten ben ik heel veel van mijn muziek gaan maken. En ben ik uiteindelijk één plaat gaan maken, super veel energie in gestopt, super blij mee. En die heb ik uiteindelijk via de Headhunters Discord naar Headhunters weten te sturen. En die heeft hem geluisterd en die vond hem helemaal top. Dus daar was ik super blij mee. Zoveel reacties gehad. Het was echt ongelooflijk. Ook nog nooit eerder zoiets meegemaakt. Dat is echt heel bijzonder. Het is nu nog steeds lastig te beseffen. Maar ja, dat is een beetje hoe ik hier terecht gekomen ben. Afgelopen jaar heb ik een Discord server gejoind. En daar ben ik vrij veel in kunnen, heb ik veel in kunnen groeien. Met name door andere artiesten die me gingen helpen met mijn muziek, met feedback. En ook een beetje de andere kant van de muziekwereld. En na een jaar, toen stuurde Willem daar een berichtje in van hey jongens, ik ga een stream doen waarbij je platen gaat checken. Dus ik stuurde ook een plaat op, twee zelfs. En met geluk was de goede uitgekozen, die ik zelf ook mijn beste vond. Nou, Willem had hem geluisterd op zijn stream. En ja, daarna was hij eigenlijk onder de indruk en toen had hij gelijk doorgestuurd naar Joram. En ja, hij vond hem ook leuk. En nu sta ik hier. In eerste instantie hebben we een Dropbox link gestuurd naar Joram. Ja, en, ja. Ja, Joram die heeft eigenlijk nooit gereageerd. Maar blijkbaar was hij wel enthousiast over alles. En is het toch bij AOC blijven plakken. En uiteindelijk zijn we met Willem in contact gekomen via Discord. Discord, ja. En toen is het echt een ding geworden. Toen kwam Eternity ook, kwam er een aparte channel in Discord. Toen is het balletje gaan rollen eigenlijk. Ja, Defcon hebben wij allebei platen gedraaid. Ja, op die manier, ja. Maar ik ben ook heel benieuwd. Ook alle drie van jullie auto gedraaid. Best heftig. Ja, het is best wel bizar wat er staat. Nou ja, dat kan niet anders dan dat het wel tongen gaat losmaken. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat lopen, want het zijn drie tracks in jullie sets. Niemand weet wat, dus ik ben ook wel benieuwd in die speculaties. Ja, dat vooral. Nou ja, kijk, mensen zullen redelijk snel eens aan elkaar knopen, in ieder geval online. We komen Discord. Maar op de forum. Ja, als ik mijn muziek moet omschrijven, dan is dat vooral een tintje wat harder. En wat meer melodie. Dus ik probeer gewoon een beetje stevig, maar toch ook wel weer. Ja, gewoon, dat moet wel muziek blijven. Ik vind het altijd leuk om met de akkoorden te spelen. Dus af en toe een beetje een tintje mysterieus. Vandaar ook de naam Jigsaw. Diepgaand. Hard, maar toch wel een soft luisterkantje. En er zit altijd wel iets in wat de track maakt. Dus dat die niet in de zee valt met al het andere. Ik probeer er altijd iets voor te zorgen dat die track iets heeft wat het onderscheidt van een andere plaat. Dat ik niet telkens weer hetzelfde doe, maar dat het ook niet klinkt als hey, die plaat klinkt als die. Nou, ik zou zeggen, het zit een beetje tussen het euforische en het hardere rauwe. Gewoon een gulle middenweg en veel drive, leuke melodieën. Ja, ze zijn ook wel een beetje zoekende in een soort van cinematic-achtige stijl, een beetje Marvel-achtig, heel erg uplifting. Maar inderdaad, euforisch en raw. Ja. Ik vind Art of Creation altijd al heel thematisch geweest. Best wel een beetje storytelling ook. En dat is ook iets wat heel erg bij mij aansluit. Dus ja, dat is iets waar ik heel erg kan waarderen, want het gaat gewoon echt om de muziek. Het is niet over de top, het is gewoon allemaal tot in de puntjes uitgewerkt. En dat is ook precies wat ik wil gaan doen en wat ik ook doe. Dus vandaar ook voor mij de perfecte kandidaat om erbij aan te sluiten. Als ik naar Art of Creation kijk, is het echt een hechte familie. Die gewoon alles voor elkaar over heeft en gewoon
ja, het mooiste van maakt met z'n allen. En je bent niet een nummertje bij een label, maar het familiegevoel, dat maakt je. Hoppa! Hoppa. Hey. Dit is heel mooi, hè? Als je op het main label tekenen, krijg je wel echt champagne. Ja. Op een bruisende samenwerking. Ja. Ja. Mooi geworden. Hey, cheers. Jongens, cheers. Welkom bij het label. Cheers. 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 Ja, het liefst zou ik gewoon dat willen, dat muziek maken, alles gewoon goed gaat, je weer nieuwe dingen vinden, jezelf doorontwikkelen, grenzen verleggen. Als alles lukt, Defcon, Mainstage, Climax, noem maar op. Dat zou gewoon echt, that's the dream, dat is top. Beter dan dat kan het eigenlijk niet worden. Nou, best wel een goeie, want ik wil mezelf altijd nooit zeggen van ik voel mezelf dit of ik ben dit of ik noem maar op. Maar wat ik mezelf wel wil zien is dat ik een goede gevestigde naam heb vastgelegd in de scene. Dat ik mensen heb kunnen inspireren en dat ik me kunnen raken met mijn muziek. Maar ook dat ik bepaalde natuurlijk dingen heb kunnen afvinken zoals een Defcon of zelfs een Climax. Want dat is één van mijn dromen, om echt op Climax te staan, want dan sta je echt gewoon in je eigen show. Het is echt jouw moment om te shinen. En ja, voor de rest heel veel platen maken en het liefst gewoon mensen even opheppen met de nieuwe muziek. That's it. Natuurlijk heb je als artiest dromen waar je wil staan over een paar jaar. Of 5 jaar, nou, dan hoop ik natuurlijk wel op Defcon te mogen draaien of op een Decibel bijvoorbeeld. Ja, het is natuurlijk ook gewoon mooi om stukken van de wereld te zien. Ja. Als je op een gegeven moment de kans krijgt om geboekt te worden in andere landen of misschien zelfs wel buiten Europa. Ja. Ja, als je gewoon op hele toffe plekken komt, verschillende culturen meekrijgt. Ja. Het lijkt me een enorme vette kans om op die manier een beetje de wereld te ontdekken. Ja. Maar goed, dat zijn inderdaad dromen. En dat we het samen mogen blijven doen. Absoluut. Ik wil gewoon echt wel mijn eigen dingetje neerzetten. En dat is wat je kan gaan verwachten. Veel muziek met een nieuwe sound. En ook dat elke track die van mij uitkomt, ook echt een track wordt die het waard is om te luisteren. En that's it. Sowieso wel 3 releases. De eerste staat gepland. 3 solo's in ieder geval. 3 solo's. Ja. We hebben ook nog collabs met de andere jongens. Erg leuk, maar ja, we kennen de rest die bij Eternity gekomen is ook al. En we waren ook al bezig met collabs onderling. Voordat het allemaal gebeurde, ja. Het is gewoon zelfs de jongens die er nu bij komen, is echt goed. En dat willen we laten zien, met z'n allen. Ik had dus gewoon van de week s'nachts daar, stond buiten te roken en ik sta te kijken, ik zat gewoon een bas in de tuin. Ja, zeker. Oh wacht, ik dacht dat het bijzonder was hoor. Nee. Jou ja, Hermelijn, ik wil echt niet weten wat hier allemaal rondloopt. Maar zo'n ja, das, dat is echt gewoon zo'n beest of zo, hè? En die heeft hier gewoon 2 egels op zitten vreten. Ja, klopt. Ja, zeker. Want ik zat later, de volgende dag ging ik even kijken. Ik dacht dat hij zat te graven of zo daarachter. Dus ik te kijken en dan zag ik nog alleen zo het velletje van de egel liggen. Weet je. Dus hij tikt hem waarschijnlijk om en dan. De volgende keer even verslag en dan zo'n David Attenborough eroverheen gooien. Creation TV. Ja, precies. Maar mijn radiator, is dat van de auto? Radiator. Ja, die was een keer stuk en hadden zo'n beest, dus waarschijnlijk een Hermelijn, had gewoon een kabel doorgebeten. Ja, nee, dus dat zijn marters. Ja, of marters. Je hebt heel veel dingen. Je hebt een net, een marter. Ja. En dat loopt echt een bunzing. De bunzing.